Breda Nu. Je weet het meteen. Judith van der Voort is nog maar 19 jaar jong, maar maakt nu al kans om sportvrouw van het jaar te worden in Breda. Het is voor mij een hele grote eer. Ik heb eindelijk erkenning voor mijn beginnende golfcarrière. Waarom ben je begonnen met golf? Omdat ik niet echt meer thuis voelde bij het hockey. En golf, daar kon ik gewoon mezelf zijn en bij mezelf blijven. En ik hou van het mentale spelletje. Wat is het leuke aan golven? Dat het vooral een wedstrijd is tegen jezelf en niet tegen anderen. Hoeveel wedstrijden speel je per jaar ongeveer nou? Sowieso elk weekend vanaf mei. Dus dan ben je vanaf mei tot oktober elk weekend wel 2 wedstrijden. Dus dat is wel heel veel. Op welke prestatie die je geleefd hebt dit jaar ben je het meest trots? Toch wel op het Dutch Junior Open hier op Toxandria. Het is ook mijn baan daar. Dus ik eiste van mezelf wel dat ik goed speelde. En het is ook een internationaal, ja, best wel groot toernooi. Want er komen ook mensen uit China en dat soort landen. Dus de concurrentie is hoog. En toen was ik 4e geworden. Dus, en ik was nog nooit in zo'n groot toernooi, ja, zo hoog eindigd. Dus ik was wel redelijk trots op mezelf. Wie is nou echt een voorbeeld voor jou in de golfwereld? Dat is voor mij toch Adam Scott. Waarom? Hij heeft een hele mooie swing. En ondanks alles blijft hij gewoon zichzelf en laat hij zich niet te kennen door anderen als het even niet lekker gaat. Kun jij goed tegen je verlies? Nee, niet zo. Ik eis altijd eigenlijk het beste van mezelf. Dus als ik niet goed heb gespeeld, dan baal ik daar wel van. En ik wil ook altijd met alles winnen. Ook gewoon als we oefenen, ik moet winnen. En wat kunnen we verwachten van jou in de toekomst? Mijn plan is om een internationale carrière te beginnen. Ik wil over een paar jaar wil ik op de Europese Tour van de Dames staan. En dan doorgroeien naar de LPGA, dus de Amerikaanse Tour voor de Dames. En nog even terug te komen op dat gala. Hoe groot acht jij de kans dat je wint? Eerlijk gezegd niet zo groot, want Anouk Vetter doet mee. En zij heeft op de Olympische Spelen gestaan. En ik heb eigenlijk alleen nog maar... Ik ben bezig met mijn carrière op te bouwen. Dus eigenlijk is het voor mij heel erg gewoon alleen maar leuk om daar mee te doen. Hoe trots bent u op uw dochter nu? Ja, hoe trots. Nou ja, nu ze genomineerd is. En als je ook kijkt in welk gezelschap dat is. Dat vind ik prachtig voor haar. Terwijl ze eigenlijk aan het begin van haar carrière staat. Hoe groot is de kans dat ze wint, denkt u? Nou ja, we volgen de sport een beetje. En we hebben deze zomer ook met veel belangstelling naar de Olympische Spelen en naar het EK atletiek gekeken. Ik doe geen voorspellingen, want de bal is rond, zeker de golfbal. Maar dat ze gaat winnen, die kans acht ik zelf niet zo heel erg groot. Maar dat is ook helemaal niet erg, want we zijn erbij en daar gaat het om. Breda Nu. Je weet het meteen.